PL-voorzitter Paul Somoharjo die vraagt om de verkiezingen van 2020 te vervroegen in plaats dat de president bepaalt voor mei 2020, vraagt Somoharjo, en dat in verband met de maand Ramadan, om de verkiezingen te houden in maart 2020. Welke consequenties zal dit met zich meebrengen en staat de gemeenschap wel hierachter? We spraken over hetgeen de PL-voorzitter vraagt met ACMOS-voorzitter Sham Binda, die gelijk ook verder ingaat op de komende verkiezingen, want van de komende verkiezingen worden er toch heel wat dingen gezegd, dat het zeer spannende verkiezingen zullen worden, dat het verkiezingen, zoals de VHP-leider dat zegt, verkiezingen tussen goed en kwaad zal worden, maar, zegt de ACMOS-voorzitter, het zal er eentje worden waar heel veel mensen omgekocht zullen worden om over te stappen naar andere partijen. We voeren nu naar het vraaggesprek met ACMOS-voorzitter Sham Binda. Interview is vastgelegd door Karen Sektu. Kijk, ik ga altijd vanuit, ik heb alle respect voor alle religieën. Maar ik ga ervan uit, als er een wet is, en hiervoor is het een bepaalde wet, dat zegt dat je op zo'n datum een verkiezing moet uitschrijven. We staan ongeveer een jaar en twee, drie maanden voor de verkiezing. En ik vind het gekheid als men religie gaat vermengen met wetgeving. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, vandaag de dag zijn bijna alle dagen wat religie betreft nationale feestdagen geworden. En ik zeg, waarom zou je moeten uitstellen? De meeste van die gedenkdagen, religieuze gedenkdagen, die zijn feestdagen. Het zijn geen bezinningsdagen, maar het zijn meer feestdagen. Er wordt gefeest, er wordt gegeten, er wordt gedronken. Men is vrij op die dag. Dus ik zie de relevantie ervan niet om te gaan zeggen van ja, omdat Ramadan er is. En je moet ook nagaan, we hebben een multiculturele samenleving. Je moet ook je afvragen hoeveel mensen vieren Ramadan. Hoeveel mensen vieren Diwali, hoeveel mensen vieren Pasen, ik zeg maar wat. Dus in die relativiteit, in die moet je gaan relateren en zeggen van meneer, wat voor effect heeft het op de totaalbevolking? Ik geloof niet dat de mensen in het binnenland iets merken of vieren van één van die feestdagen door meegenomen. En ook zo in districten, verschillende districten. Als het Ramadan is, ja, dan wordt het meer in de moslimgroep, gaat men thuis eten, drinken, klaar. Er is niets bijzonders. Wij hebben in de moskeeën, heeft men soms daarvoor reeds hun gebedsplicht en dagen. Maar dat doet men ook door de week normaal, door het hele leven. En ik denk niet dat men de twee zaken moet gaan bij elkaar gaan halen. Verkiezing is een democratisch recht van elk burger. En als er gepland is voor een bepaalde datum, dan moet je daaraan houden. En je moet niet gaan zeggen, twee maanden ervoor, et cetera. Wat voor flauwekul is dat? Ik vind het gekheid, omdat het niet genoegzaam onderbouwd wordt. Ik vind als men iets zegt of een voorstel doet, moet men het genoegzaam onderbouwen. Waarbij draagvlak gezocht wordt in die samenleving. Om te zeggen, luister, de meerderheid staat erachter. Maar in dit heb ik niet het gevoel dat de meerderheid erachter staat. Maar inkorting, zou dat consequenties met zich meebrengen? Ja, met betrekking tot de voorbereidingen die diverse partijen plegen. U weet, er zijn op dit moment alle soort kleine partijen ook ontstaan. En ik bedoel, de mensen hebben hun democratisch recht om een partij op te richten. En men is in die fase bezig. Dus ik denk dat ze de mensen ook die gelegenheid moeten geven. Ik breng u terug naar het jaar 91. Mm-hmm. Toen had je ook DA 91. Die denk ik in januari of februari geproclameerd is. En ze hebben meegedaan aan de verkiezing van mei. Dus zie daar het laatste deel nog. En ze hebben 9 zetels gehaald, hè, op die bewuste verkiezing. Dus je ziet dat in het laatste traject nog steeds de gelegenheid geboden moet worden dat mensen die eventueel denken van ik moet erbij zijn of ik moet erbij horen of ik ga me actief bemoeien met de politiek, die moeten ook in de gelegenheid gesteld worden om mee te doen. En niet dat je gaat inkorten, ik zie het belang niet van het inkorten. Dus ik denk we moeten ons houden aan de bekende datum.
25 mei. En ik zie niet in waarom we zouden gaan moeten verschuiven. En ook niet, men moet niet religieus emotioneel gaan worden. Om te gaan zeggen, ja, we moeten respect hebben. Iedereen heeft respect voor elkaar in het land. Anders waren we nooit zo ver gekomen. Maar men moet niet gaan overdrijven. Men moet niet te fundamentalistisch gaan worden in dit land. Want daarvoor zijn we ook niet gekozen. En ik denk niet dat er een religieuze organisatie ooit zal oproepen tot fundamentalisme. En zeggen, we willen dit en we willen dat. En dit moet gebeuren en dat moet niet gebeuren. Ik denk het niet. We moeten op gepaste wijze met elkaar omgaan. En ook rekening houden in jouw geloofsovertuiging. Dat er ook anderen zijn in die samenleving die andersdenkend zijn. En dat stukje respect moeten we opbrengen. We zien dat de heer Sommerhardjo zegt dat politiek voering in die periode een beetje moeilijk zal gaan, omdat het de heilige maand is. Maar zou juist niet die heilige maand ons moeten leren dat politiek voering ook anders moet dan steeds mensen bekladden op een podium en of zwart maken? Correct. Ik denk het is belangrijk dat je dan bij jezelf te raden gaat, dat je met constructieve politieke campagnes komt. En niet met dingen waarbij er steeds odders aan elkaar worden. Of mensen worden gegeneerd. En alle soort taal wordt gebruikt op terminologie op bepaalde podia. En men moet gaan leren om met respect met elkaar om te gaan. Ik bedoel, je mag politieke campagnes voeren. Maar focus je meer op wat jij gaat doen. En geef niet zozeer af op anderen wat zij fout hebben gedaan. Maar probeer toch een beetje constructief te zeggen wat jij gaat doen. Want dat mis ik op dit moment. In alle politieke activiteiten die er zijn. Men geen van de partijen kunnen mij tot nu toe nog zeggen. Misschien ben ik een beetje te praktisch. Mm-hmm. Maar ze kunnen me duidelijk zeggen hoe men de situatie, vooral de economische situatie waarin we bevinden, hoe ze het getij gaan keren. Niemand geeft me echt constructief aan of via een bepaald plan van luister, dit gaan wij doen. En met een timetable eraan verbonden. Van kijk, we gaan in deze sectoren, zijn belangrijke sectoren, we gaan daarin investeren. Wat we gaan doen met die schuldenlast, dat moeten ze ons allemaal vertellen. En dat vind ik constructieve politiek. Niet met emoties komen, ja, politiek voering gaat moeilijk zijn in de maand Ramadan. Dan ben je een slechte politicus. Want ook in wat voor situatie dan ook je verkeert, moet je op een gepaste wijze je politieke boodschap kunnen overbrengen. En niet zeggen van ja, ik zie niet in. Omdat mensen vasten, want na een bepaald uur van de dag. Het vasten is vaak wanneer de zon nog is. En daarna mag men eten. En u weet, de weekvergadering en andere vergaderingen worden meestal in de avonduren, vooravonduren gehouden. En niet zozeer overdag, want overdag werkt men. Dus ik vind het een heel slechte beredenering. Is het een goed recht van de politieke partijen, heer Binda, om nu iets aan te geven? We gaan voor 28 zetels, we gaan voor 12 zetels. Als burger van dit land, is dit ook belangrijk voor u, wanneer politieke partijen dat nu al aangeven? Ik vind, men maakt zich belachelijk mee. Als er partijen zijn die met dit soort dingen komen, uitspraken, dan weet ik niet hoe serieus ik ze moet nemen. Omdat ik vind, als je overtuigd bent dat je zoveel zetels gaat halen, hoef je niet te vermelden aan de mensen. Wat hebben de kiezers eraan? Wat je moet doen, je moet bewijzen wat je waard bent. Want ik ga je zeggen, hoe partijen, ook de nieuwe partijtjes die opgericht zijn, zijn allemaal dromers. Men droomt. Begrijp je? Men droomt dat. En ik ga je zeggen, het vervelende van deze verkiezing is, want u vroeg me algemene zin, wat denkt u van die verkiezing? Mm-hmm. Het wordt misschien niet een spannende verkiezing, omdat iedereen een beetje het gevoel heeft, en het is een wrang gevoel dat men heeft, dat er veel geld om gaat gaan in deze verkiezing. Er gaan veel mensen omgekocht worden. Er gaan veel overlooppraktijken plaatsvinden. Gelooft u mij? En u mag deze tape misschien na zoveel maanden weer terugdraaien, waar ik zeg dat er veel gaat overlopen. Als de kandidaten niet heel secuur geselecteerd worden, dan kan ik u zeggen, money or waka. Die mannen gaan mensen omkopen en al komt iemand met minder partij of kan geen regering vormen, gelooft u mij, die mannen gaan kandidaten kopen. Er is geld vanuit een bepaalde hoek, is er geld en er spelen grote belangen. Belangen van individuen en geen belangen van Suriname in het algemeen. Mensen gaan om aan de macht te zitten of aan de macht te blijven, gaat er met grof geld gegooid worden. En dat is eigenlijk het probleem waarmee we zitten. Ik zie ook in de bestaande partijen, ook de traditionele partijen, laat me duidelijk zeggen, zie ik
En ik zeg het zoveel keren ook, dat voorzitters, leders omringd worden door mensen die in feite een bepaalde smet op hun naam hebben. En je weet duidelijk wat het doel van die mensen is in zulke partijen. Ze zijn daar om geld te maken. En het gaat niet over de toekomst van de jeugd of de toekomst van het land of whatsoever. Omdat ze geen duidelijke ideologie hebben. Ik zeg, een keiharde ideologie moet je hebben. Ik moet weten wat ik heb aan je als partij. Ga je voor de ontwikkeling van Suriname of ga je voor de ontwikkeling van enkele, tussen aanhalingstekens, ondernemers die om je heen hangen. En u ziet het ook bij deze regering wat er allemaal gebeurd is. Men heeft steeds mensen in hun omgeving, nabije omgeving, hebben ze steeds rijk gemaakt. U hebt het gezien met al die vieringen en zo, wat de facturen die naar buiten zijn gerold. Wat er allemaal is gebeurd. Voor bordjes schoonmaken, voor een of ander 25 februari viering, is er toch 30.000 betaald. Om een paar verkeersborden schoon te maken. Dus dit soort dingen krijg je. En ik ontzie niemand in mijn commentaar. Omdat ik zie ook in bepaalde partijen dat er mensen nog steeds in partijen zitten. En gelooft u mij, is een groot deel van die Surinaamse politiek. Waar mensen zitten om eigen belang. Niks anders dan eigen belang. Men komt niet voor het Surinaams belang. Niemand die zegt van luister nou, en misschien ben ik een stem in de woestijn hoor, dat kan. Maar niemand die zegt van wat er allemaal misgaat in die gezondheidszorg. Niemand die als eenling durft op te staan en te zeggen, luister, daar fight ik tegen. Of waar het verkeerd gaat in het onderwijs. Als ik u nu mag zeggen, als ik u wat scholen zou moeten opnoemen. En dat zou buiten mijn discipline gaan. Maar waar de toiletten kapot zijn, stinken, wurmen, al dat soort zaken. Waar is biologie, instanties, overheidsinstanties die hun werk niet naar behoren doen. Waarom gaan ze de scholen niet, lopen ze de scholen niet af. En ik daag ze uit. Ik daag ze uit, van deze plaats uit. Laat ze de scholen aflopen en laat ze inspecties houden van toilettengroepen, et cetera, op scholen. Waar onbehoorlijk is hygiëne van kinderen die de toekomst moeten, ligt daar. Wat voor gezondheidszorg wil je hebben? Dat zijn de zaken die een rol spelen. Kinderen die uit bepaalde buurten moeten komen, waar grote alle trenzen, alles verstopt zijn. Stinkende trenzen, waar mensen moeten wonen, kinderen moeten opgroeien. Ik daag ze uit. Waar zijn de mensen dus die allemaal eigenlijk het wakend oog moeten zijn voor die samenleving? Er is regen weer tegenwoordig. Dadelijk hebben we weer een uitbraak van muskieten. Er zijn zoveel wrakken op bepaalde erven van mensen. Worden de inspecteurs nog losgelaten? Doet men nog inspecties? Dat zijn de zaken die spelen. En ik hoor de politici niet praten erover. En het zijn dingen die direct die gemeenschap raken. En ellende veroorzaken voor vele mensen hun levens. Maar er gebeurt niks. En dat vind ik jammer. En vandaar dat ik zeg, ik heb een hard hoofd over de komende verkiezing. Gelooft u mij echt. Omdat men telt, het gaat eigenlijk om de knikkers. Men telt van luister jongens, hoeveel zetels kunnen we binnenhalen. Maar men zegt niet waarvoor men gaat. Men zegt niet van waarom men een meerderheid wil hebben. Men gaat daar omdat men droomt om een bepaalde positie te hebben. Men droomt van bepaalde posities. Begrijp je, men wil graag in dit land, heb ik altijd gezien, minister worden. Men wil volksvertegenwoordiger worden. Men wil president worden. Gaat u maar na, daar droomt iedereen van. Het is een verziekte samenleving. Waarbij mensen die niet eens de gewenste ontwikkeling hebben, denken dat ze in het hoogste college van staat kunnen komen. Ze weten niks van wetgeving. Ze weten niet eens wat hun eigen verantwoordelijkheid is. Ze hebben zelfs een gebrek wat betreft ons taal. Ons gebezigde taal. Ons nationale voertaal. Men kan zich niet eens uiten. En dat heeft in de laatste jaren, hebt u het allemaal gezien, die tafereelen. Soms moet je je diep schamen. Als je ziet hoe men zinnen formuleert. Waarbij er een complete Babylonische spraakverwarring heerst. Men begrijpt elkaar niet. En als u kijkt hoe ongeordend zo'n hoogste college van staat wordt geleid. Begrijpt u, dan zeg je geen blik van ja, is dat de politiek waarvoor we moeten gaan? Vandaar dus dat ik denk dat er een hoop mensen, tenminste welwillende mensen, een beetje steeds ontmoedigd raken om te zeggen maar luister, ik loop warm voor de politiek. Of ik loop warm voor de verkiezing. Omdat men verwacht dat er niet veel zal veranderen. En het is jammer, want ik zeg, het moment van de verkiezing is het democratische recht die je moet gebruiken. En je moet je niet laten pakken door mensen die mooie verhaaltjes vertellen. Men moet duidelijk in de meetings, ook in de weken waar men gaat, moet burgers opstaan. En ze moeten vragen aan de mensen die aan de tafel zitten, of die partij die op dat moment het initiatief, moet men duidelijk vragen stellen van meneer, wat gaat u doen? Wie bent u? Waarom moeten we op u stemmen?
Begrijp je? Wat gaat u doen met die gezondheidszorg van ons? Wat gaat u met het milieu doen van het land? Huh? Wat gaat u met al die goudzoekers doen? Er zijn bijkans 40 tot 50 duizend Brazilianen in ons achterland hier. En ik heb niks tegen Brazilianen. Garimpeiros praat ik over. Die allemaal daar alles zitten weg te spoelen. Alle soort vervuilingen. U ziet wat er gebeurt in de omgeving Brunswick. Er zijn wat klokkenluiders geweest. Nou, dan moeten we dat toch gaan aanpakken. Maar er gebeurt niks. De Scalians zijn weer terug. En het is maar een free for all. Het is een free. Er zijn, ik heb het ook gezegd, er worden zelfs concessies geadviseerd, meneer. Concessies. Als u gaat kijken, onze wegen worden kapot gereden door grote houttransporttrucks. Waar er duidelijk in de tijd een regel was dat het allemaal via watertransport zou gebeuren. Nu zie je alle wegen worden, onze brug, Weidenbosbrug, wordt kapot gereden door houttrucks. Tot voor de ik zag een foto tot voor het presidentieel paleis rijden die grote houttrucks. Ik bedoel, ik gun iedereen een boterham. Maar men moet ook hun plaats kennen in die samenleving. Want je verdient je geld, maar je maakt kapot aan de andere kant. En je maakt het kapot niet voor één persoon. Je maakt het voor vele mensen die weggebruikers. Maak het kapot. Dus vandaar dat ik zeg, van waarin zijn we beland? Zitten we in een barbaars land? Een land waar niemand iets te maken hebben? En vandaar dat ik denk, Je krijgt bepaalde termen als nospang, litafaya en alle soort nonsens, spreuken die men uit hun mond bezigt. Begrijp je? Alsof het niemand kan interesseren. Het interesseert veel mensen, want de jeugd die komt, die krijgt zo'n negatieve invloed. En wat verwachten we dan van die toekomst van het land? We hebben gezien, heer Binda, dat de president nu gemeend heeft om naar wijken te gaan om de problemen aan te horen van de lokale bevolking. Is dat volgens u gewoon een verkiezingsstunt waarmee de president nu bezig is? Of wijst hij daarmee dat hij daadwerkelijk een volksleider is? Nou, deze man komt altijd als mosterd naar de maaltijd. Ik heb geen respect voor hem, laat me dat duidelijk zeggen. Omdat zijn handel en wandel mij niet bevallen. Het zijn mensen dus die zijn misleiders. Laat me het zo zeggen. Het zijn misleiders. Het zijn mensen dus die eigenlijk een rat voor de ogen van de mensen draaien. Het zijn geen mensen die het serieus menen. Want al die jaren dat hij heeft gezeten, wat heeft hij gedaan voor Suriname? Kijk in wat voor rotzooi we zijn beland. Dat we de noodzakelijke levensmiddelen die wij gewoon zijn, dat men het via een pakket in rijen moet gaan staan. Dat is alleen een teken dat je het slecht hebt gedaan. Dat mensen in rijen hun dure tijd waarin we ontwikkeling zouden moeten brengen, stuur je mensen rijen in om pakketten te gaan kopen. Begrijp je? Dat kan niet als het een normaal draaiende maatschappij is. Het moment dat je rijen ziet, betekent dat je in een ellendig land terecht bent gekomen. En dat nemen mensen die ook hier komen, neem het ook waar en zeg waarom allemaal rijden. Mensen die voor die ATM-machines staan, rijden overdag, terwijl anderen aan het zweten zijn om dagelijks brood op tafel te brengen. Dan zie je het. Dus het is een schande. Ik vind het een schande dat je naar buurten gaat. Waarover ga je praten? En daarom zeg ik, ik roep de mensen op dat ze al deze leiders kritische vragen stellen. En ze eigenlijk de spiegel voorhoudt en zegt van kijk u wat u met het land heeft gedaan. Wat komt u nu zoeken bij ons in feite? We moeten dit soort mensen afstraffen. Ze moeten de deur gewezen worden. Want ze hebben het land naar de bliksem geholpen. Ze hebben ons mooi Suriname verpest en vernietigd. Vandaag de dag moeten mensen hun uitvlucht zoeken. Ze zijn werkloos. Alle soort mensen zitten via internet en cybercafetjes. Zitten men allemaal te zoeken naar werk elders dan in Suriname. Omdat het geen werk is. En als je werk vindt, is het heel ondermaats betaald. Je komt niet uit met het geld meer. Ons geld is waardeloos geworden. Maar het probleem van wijken, is het niet des DC's en of DR en RR, dus de volksvertegenwoordigende lichamen, of is het daadwerkelijk nu iets des presidents? U noemt alleen maar, hoe zal ik zeggen, groepen die gefaald hebben en die hun werk niet gedaan hebben. Al die DCR en DR-leden hebben gefaald. Het systeem werkt gewoon niet.
Maar hebben dus ook een uitvinding van deze regering, die DRR, meneer Wijnenbos is met dat ding gekomen. Het is flauwekul, het werkt niet. Het is alleen mensen snoepgeld geven, ze zitten op hun droge en ze krijgen geld. Want in de weken zie je de mensen nooit. Ik hier in Paramaribo heb nooit iets gehoord van een vergadering van een DF of RR, althans in de week waar ik woon. Nog in een andere week hebben kennissen van mij ooit een oproep gehad voor een DRR-vergadering. Dus als die president nu rondgaat, begrijp je, dan geeft hij ook aan dat het werk niet gedaan is. Hij geeft toe, want anders hoefde hij niet in die weken te gaan. De DC's zijn even groot en even schuldig eraan. En behalve dat, laat me dit duidelijk stellen. Met alle respect voor DC's hoor. Maar het niveau van de DC's zijn ook ondermaats. Het zijn mensen die gewoon geholpen zijn, politiek gepositioneerd zijn op een post, omdat ze bepaalde zaken voor bepaalde mensen in orde moeten maken. Dat is een DC tegenwoordig. Waar is het respect van de DC? DC's die in de tijd zich schuldig hebben, strafbare feiten hebben gepleegd, worden DC. Ik bedoel, wat is het respect? Vroeger keek men op tegen burgervader, met alle respect, het gezag. Wie heeft nu respect voor een burgervader? Jan, Piet en Klaas, alle soort mensen die niet eens bepaalde bagage op zak hebben, worden DC's. Maar even omdat ze politiek gekleurd zijn en ze moeten ergens geaccommodeerd worden. Dat is het verhaal achter DC's. Wat respect is weg.